Ja, wel een pittig koersje op zich. Eigenlijk had ik wel goede benen, alleen de laatste keer Camel schoot ik wel een beetje in de kramp. Daarna was het ook weer weg, maar de eerste groep was ook weg, dus ja. Maar goed, de eerste keer Camel kwam nog heel goed over door. Vandaag ook al heel vroeg bestempeld als topfavoriet. Waar lag het aan dat het die tweede Camel net te veel aan was? Ja, ik weet allemaal dat ik me nog niet echt tot deze koers toe licht en dat ik gewoon heel hard aan mijn sprint werk. En dit is geen echte sprinterskoers. En dan hoop je dat je kan overleven, maar vandaag was dat net niet. Dus weer op een woensdag. Verrast het dan je dan dat men zo uitkeek naar jouw prestatie? Nou, ik denk dat Kuurne wel terecht is. Alleen dan moet je proberen te overleven en vandaag lukte dat net niet. Dat is ook gewoon vorm van de dag? Ja, maar ik denk dat de vorm wel goed was. Ik zat de hele dag wel voorin en de benen voelden ook wel goed. Alleen net op het moment eigenlijk dat tweede keer Camel schiet ik een beetje in de kramp. En ik zeg, daarna was het ook wel weer goed, alleen is die eerste groep weg. Je lijkt redelijk erin te berusten dat het vandaag er eventjes niet in zat. Is dat een goede samenvatting? Ja, ik weet allemaal dat ik een goed seizoen tot nu toe heb. En het zou mooi zijn als het vandaag lukte, maar dat was niet zo. En we weten allemaal dat het een realistische doel de Scheldeprijs is. En vandaag moet ik dan overleven en dat lukte vandaag net niet. Woensdag ligt jou beter? Ja, misschien qua afstand wel. Dit was toch echt wel een lange koers. En dat doe ik niet veel en dat voel je dan ook wel. Dus ik denk dat woensdag... Ja, ik heb het koers nog niet echt gezien, maar normaal beter iets moet liggen, ja.